gaat niet goed. Je, je moet niet Ctrl-I nee, nee, doen. Nee. Oh. Wat een fiasco. Daar heb je er weer een. Een saai sukkel. Dat is mooi ding. Mooi ding. Dat is wel mooi ding. Mooi. Wel mooi. Mooi ding. Wel mooi. Mooi, dit is mooi ding, hoor. Mooi. Mooi, hè? Hij is mooi. Dat is wel mooi ding. Hij sproeit ook die, die loof op zin, hè? Ja, mooi. Dan moet hij die zitten. Dan wordt maar een fus doen. Dat is wel loof in de bek. Nou, ik loof het wel. Channel switch. Channel switched. Hallo. Hi. Ik kan daar naar opkomen. Nee, dan maak nog even een match, ja. Ben je er? Ik ben er. Nee. Ja, wel. Ja. Hoe is het? Goed. Mooi. Best met jou. Ja, best. Mooi. Dat is lang geleden. Ja. Ik ken helemaal niet eens meer. ik wist ook niet dat we zo weinig gereedschap ook hadden. Nee, ik ook niet. Zo weinig geld. Ja, wat is dit voor een wanbeleid? Dan gaan we weer. Ja, gaan we weer. Oh ja, suikerbieten hadden we natuurlijk. Ja. Ja, ja. Ja, ik heb hem weer. En ik had een tip-top timmer tip mat even erop gezet. Mm-hmm. Misschien komen we eraan toe. Ja. Om even de bietjes te oogsten. Ja, maar we moeten eerst wat anders doen. We kunnen ook haver oogsten. En koolzaad, ja, bijna. Dat is nog niet helemaal klaar. Is het haver wel klaar? Ja, oh, haver wel. We gaan eerst die combine lopen slingen. Ja, wat doen we dan met hun? Nu beginnen we met hun. En we hebben die combine, hè? Ja, die hebben we. Ja, ja, zeker. Ook wel een beetje niet meer van deze tijd, maar goed. Nou al niet meer, hè? Nee. Dus één aflevering is dat. Ja, dat is... Hij is zo klein. Is het nou... Even de bio en bijvuld, nee, daar hebben we weer procent van. Ja, we zijn natuurlijk 2 weken afwezig. Ja, dus die en map moet is... moet alles weer opstaan. Die map is al 2 weken zonder stroom. Ja. Dit is jouw audio? Helaas wel, ja. Nee, prima. Het is wat nog... dan? Dat is nog steeds geen pro. Nou, wat dacht jij? Dat ik in 2 weken in 1 keer een upgrade gehad heb. Het voelt alsof er nog een dikkere laag stof op ligt dan de vorige keer. Beter. Dan moet ik even met de keeper bij die kom. Oh nee, ik was ook nog aan het zijden, denk ik. Nee. God, ik sta al 2 weken hier voor niks. Oh, dat moet ik helemaal afmaken. Ah, ik weet het allemaal weer nu. Heb je hem? Ja. We hadden het niet alles, allemaal flashbacks van vroeger. Dat voelde wel als maanden geleden. Ja, vond het wel jammer. Ik mis, Peter. Nou, dankjewel. Ik jou ook. Dus het paste mij ook wel, maar even niet. Met ogen op de show en zo, waar jij niet geweest bent. Oh, gaan we dat krijgen? Nee, flauwkul. Maar, was mooi? Ja, was mooi. Absoluut. Mooi show. Veel volk? Ja, jongens. Vrijdagavond. Ik denk dat er 1000 man zijn geweest. Ja, jong? Ja. Nee, ik heb mij ook niet gemist. Nee, dat niet. Ik heb je niet gemist. Nee. Nee, ik zet je even wat harder of zo. Of wat? Ja. Wat ziet er maar dat het hele tijd af te kraak, man. Ik heb zo'n mooie computer gekregen en dan... Komt er niet uit wat ik verwacht, ja? Ja, dat is jammer. Ja. Nou, dan zou ik de game wel moeten laten zijn, maar ik hoor jou toch ook graag. Ja, eerlijk is eerlijk. Echt waar? Ja. Had ik jou dat al verteld? Ja. Ja, hè? Ja. Bizar, hè? Niet normaal. Gouden partner van Giants. Ik wist het al. Nou, bizar toch? Ja. Best wel uniek. Daarom mag je het ook live opbouwen natuurlijk. Nou, ze vroegen het. Of ik het lijf wil ophalen, of anders wilden ze het wel opsturen. Nou, ja. Ik denk, dit is nou wel zo uniek. Dan ga ik lijf ophalen. Op de FarmCon 24. FarmCon 7 July. Ja. Located at the Fan Factory. Oh, bij de fanfabriek zelf? Ja, bij die FanCon of zo heet dat. Nee, Fan Forum, zo heet dat. Dat weet ik niet, joh. Weet ik niet. We zijn down. Zijn. Ook, oh ja. Steeds. Om 74. Ja, ik ken bij je hulpbruk nog misschien. Dit hem afmaken. Het kan. Het kan, maar ik ben al bezig. Dus kistje zo wel in rennen, ja. Ja, dan ben ik nog niet biddy. Oh, zeg maar even wanneer de keeper vol is, dan kan ik ook in biddy. Ja, ik zit nog. Ik heb de kwabakkers al losgekloord. Ik zit op 20%. Oh, je kan barren in.
Dan ben je geen halve maatregel. Nee, zeker niet. Zeker niet. Dat is onze voorbereiding op deze video. Ja, nul. Dat is helemaal nul. Nee, ho. Ik heb een mat, ik heb een mat geplaatst. Ook. En? En? En het WhatsApp-contact verliep... verliep wel goed. Ja, daar zijn we 2 weken mee bezig geweest. Ja. Kan niet. Ok. Morgen? Nee. Ok. Goedemorgen? Nee. Ok. Keer van de hond? Nee. Ah. Keer van de week woensdag? Keer die eerder? Nee. Morgen? Doen we. Oké. Okay. De zon is kloor? Nee. Oh. Zo heel kring, ja. Van wel. Wat zie. Oh. Kun je me al een beetje horen weer beter of niet? Ja, nu wel. Nu wel. Nou, het is een beetje dofjes. Maar nu... Het is nu... ook niet hier van herren, hè, dit? Nee, dat is helder. Ben ik al, moet ik al bij een keeper bij je komen? Nee, 40. Oh, oké. Okay. Maar laat het even weten. Ja, dat ga ik zeker doen. Goed zo. Ah, die trekker, die trekt dit niet. Gaan we nee, Nee, die VIA trekt dit niet. Nee, we gaan niet surten over trekkers nu. Nee? Nee, echt niet. Dan valt een beetje in herhaal, hè? Maar het is gewoon zo. Ja, nee, we hebben geen geld. 55. Ja, wat wil je daarmee doen? Je hoeft niet naar de garage te rijden, want een upgrade kan al niet meer. Nee, nee, dat klopt. Dat klopt. Rookt hij ook overdreven veel of niet? Ja, maar dat... Allemaal witte pluim en zo. Nee, dat valt mee. Oh. Wat is er dan als er witte pluimen zijn? Als je heel veel witte rookontwikkeling hebt, kan het zijn dat je kooppakking lek is. Door verbranding van koelvloeistof. Ja, door verbranding van de koelvloeistof. Wat als de cilinderkop inkoelt? Wat moet je dan doen? Verwijder de cilinderkop. En de pakking. Stuur de cilinderkop op. En hopen dat hij niet is gescheurd. Nee. Nou, tot zover het educatieve stukje. Tech Talk. En als hij een beetje blauw rookt? Als hij een beetje blauw... Oh. Als hij een beetje blauw rookt, kan het zijn. Oh, ik denk je vult mij mooi aan, maar niet de... Oh, dat de zuigerveren misschien aan versleten zijn. Ja, controleer dat eigenlijk. Je kan eventueel compressie meten. Hoe doe je dat eigenlijk, compressie meten? Zie het in de volgende tutorial. Klik hier en dan zie je een Duitse tutorial. Nee, je demonteert die verstauber. En mit einem 3-Zylinder alle 3 verstaubers und mit einem 4-Zylinder alle 4 verstaubers. und so. Ja. Wie und was ist die 1-Fritz-Vorgabe? Mit einem 6-Zylinder. Mit einem 6-Zylinder? Ein Yamaha ist das ein bisschen anders. Wie ein Kubota. Und ha, oh? Warum? Von der Position, die Flickwheel. Die anders Flugwheel. Flugwheel. Ja. Man zommige Marken beginnen bei die Flugwheel und zommige Marken andere Seite die Flugwheel. Ah, hast ja eine vordere Seite, die Flugwheel geplatzt. Ja, Peter. Wir bauen da dort meistens eine Frontzapfwelle. Ja, das ist wahr, Peter. Nein, die demontieren die Verstauber. Und dann gehst du einen Drucktester? Ja. Mit einem Karter da innen geplatzt? So kann man jeden Zylinder einmal kontrollieren auf Kompression. Und du kannst das auch elektronisch machen. Oh. Die Verstauber drin sitzen lassen. Mhm. Und dann geht man mit elektronischen Angelegenheiten die Amperes messen. Wenn gestartet werden. Ja. Und die Amperes sind nicht 6-mal dasselbe und 5-mal selbst und 1-mal Lage, weniger, dann hast du einen Zylinder mit wenig Kompression. Also das stimmt, aber du kannst auch mit Luxe-Motoren, kannst du das auf dem Computer auslesen. Auch, du kannst auch die Verstauber, die Injektoren ausschalten. Das stimmt auch, Peter. Aber das ist mehr, um die Injektoren zu testen. Und nicht, um die Kompression zu testen. Nein. Auf, wie viel Prozent hast du in deinen... 65, Peter. Hier habe ich noch Zeit, um einmal hin und wieder zu gehen. Hin und wieder, ja. Okay.
Ik heb altijd hoop dat de Duitsers dit niet kiezen. Toch ben die Giants, man, ben allemaal Duitsers, hè? Ja. Hallo, Giants, wat is daar? Landwirtschaftssim- Wir sind Ronald und Peter. Wir machen Landwirtschaftssimulator. Ja, und wir haben viel Spaß. Wir haben wir sind. Und danke für die guten Partnerschaft. Guten Placke. Die guten Placke. Ja. Bin sehr stolz. Hoeveel procent? 83. Dan kom ik bij je. Was een timing, Peter. Exact. 98. Nee. Jawel. Einde stroken ze leeg. Leeg. Ja? Het is ja. Niet te geloven. Dat is niet loog. Wie is wat het is? We moeten straks alles op en weer zaaien, hè? Ja. Kunnen niet met wat sneller spul. Och. Nee, hè. Daar gaan we weer. Daar heb je er weer een. Een saai sukkel. Wel mooi setje dit, zeg ik niks van. Het blijft wel mooi, hè? Ja, maar mensen die denken ook van, ja, nou, dat hebben we al gezien. Hè, ja, dus hebben we nu al 2 afleveringen achter elkaar, hebben we die rommel gezien. Ja. Hoe is dat? Ja, goed. Mooi. Ja, dat is positief, hè? Ja? Goed zo. Ja. Jij? Ook. Mooi. Ja. En hoe is het dus? Goed, alles goed dus, ook. Ja, de moeder dit vraagt. Ja, zeker. Mooi. De boom is vast, beeld licht. Oh, de boom is plat? De boom is plat. Viel precies bij de kliko langs? Ja, die viel precies tussen de deur, ging allemaal goed. Mooi. Dus dat scheelt een beeld licht en de paneel die springt op dak. Oh ja, die is een lekker kram op dak nou natuurlijk. Oh jongen, helemaal. Een stuk helemaal. Licht. Gloeit niet, ben ik. Ja. Heb je de... graantank gelegd in de kippen. Nee, domme onneuzel hoor. Oh, dat dacht ik al. Hij is gewoon gelijk in één streep. Die kan nog wel. Oh, doe wilst eigenlijk die koos wel er ook in achteraan knippen. Ja, dan is er een kloor. Ik ben weer lekker aan het zaaien. Ja! Ja. Zin in. Zin in. Ik heb er zin in. Doe alsof hem lekker bij koffie wonen. Zal ik dat ook even doen? Oké. Tot zo. Tot zo. Ik ben terug. Ah, goedenavond. Goedenavond. Geht's dir? Gut, und dir? Ja, gut. Ich hatte einmal gewartet auf dir, so dass wir zusammen können genießen von dir Geld, was wir bekommen von das... Timelapse. Nein, von der Combine. Okay. Hafer. Was ist Hafer eigentlich in Deutsch? Habo. Habo? Nein, weiß ich nicht. Ich denke, ich well. Ich gehe... Du hast richtig, das Habo. Echt? Ja. Aber. Deutsch ist so simpel. Ja, sehr simpel. Wie gehen die Abhängsten von die Habe? Ja? Mal gucken. Ja, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ich drücke auf die Knöpfe. Hatze Platze. 17.000. Nicht mehr, nicht weniger. Nein. Hier, wir haben auch Einkommen von Bioanlage. Mhm. Ein Tunnel. Oh, es regnet. Oh, nein. Oh, wieder. Oh, nou moesten we einmal naar die Kühe kuchen. En naar die Bio. Oh, die Kühe. We moesten erstmal die Kühe zum Essen bekommen lassen wissen. Das oh, ist. Nein. Ja, ein Rampf. Oh, oh nein. Oh, ich habe die Fiat hier 2 Tage zum Andrehen. Nee, sagen wir nicht Dutch States. Nee, das ist. Ja. Of verfilmd, hè? Kühen, jongens. Oh, die hebben veel te weinig. Dit ja, is niet goed. Goed. Dit kan niet. Moet een grotere voerbak hebben trouwens. Ja? Dat denk ik wel. Dan moet er ook weer aan de trekker voor. Dat denk ik ook. Wat was het? Kuil. Sorry, ik begon weer. Kuil. Oh ja, kuil. Is een beetje kuil. Andere kuil. Oh. Feminiseerde kuil. Nou doe ik hem heel iets geks, ja? Ja. Wat kost een zelfpropellende... Ja, die kost 2 ton. 158. Is dat een beetje te? Ja, maar dan, weet je wat het is? Als wij een grote voerbak kopen, dan ben we met die verrekker aan het werken. Ja. Zo'n zelfrijder, jongen. Moet er nog wat bij? Nee. Ja, nou, nee. Nee. Dat is zo duur. Ja, maar dat is wel een machtige upgrade. Ik vind hem niet zo mooi. Die schouwt maar niet. Nee. Nee, we moeten, ja, ik denk of een zelfrijder en dan of een grote wagen en wat een grotere bak voor de kuil. Maar ja, dan zit je weer dat die verrijker het niet echt...
Oh, ik moet eerst even het hooi pakken, maar dan kist hem zo vol traan. Nee, we kunnen wel, we gaan voor de zelfritten. Ja? Ja. En dan moeten we de bietenrooien maar huren, denk ik. Oh ja. Ja, we hebben een hele mooie van Timmermans. Mooi, ja, die is 470. Dat vind ik dan weer een beetje jammer van Timmermans. Ja. Wel mooi ding. Ja, wel mooi ding. Wat huurt dat ding dan? Per dag 700 euro. Dat ga je hem toch nooit kopen? Je maar dit moeten we vandaag nog even doen als het lukt. Ja, oké. Okay. Dit is wel een hele toffe einde van de opname, denk ik. Hoeveel keer moet je heen en weer? Nog 73 keer. En als je dan die Strautman had gehad? 72 keer. Maar. Nee, hier zit 12 kuub in. En in die Strautman zit... 17. Oh, niet meer? Nee. Maar het voordeel daarvan is... Je vreest zo die bak vol. Ja. Dus je bent even wat. Ja, je bent veel sneller. Je kan meer. En als je dan deze Renault en deze voerwagen inruilt, wat krijgen we hier nog voor? Ik vind het Renault's mooi. 15. Ja, 15,3 plus 13. 13, nou. 28. Het is gewoon een setje van 28k. Daar wil je toch niet mee gezien worden, wel? Nee, dit wordt normaal. Dat zijn geen paupers. 28k. Goed, mijn bed niet eens ruim aan. Nee. Ja. Ik zeg, mijn straat niet eens uit, joh. Ik heb nog meer in ruil. Ik loop bij mijn rondje. Ja, daar zijn we ongeveer elke keer mee bezig. Ja, klopt. Dit is de kar met die gewicht. Wordt niet gebruikt. Nee, net als de vorige aflevering. Ja, klopt. We vallen in herhaling. Maar ja, dit is ook ons beleid. Ja, dat klopt. We moeten eerst 7 dingen inruilen om 1 ding weer te kopen. Hoe is het met de computer eigenlijk verder? Goed. Ja? Ja. Is het ook wel eens een keer even met een andere game even aanslingerd? Ja. Ook. Welke? Assetto. Forza. Goat Simulator. Goat Simulator. Nee, niet zo heel veel. Kun je me even helpen? Ik weet niet waar die loos is, maar... Het wordt ook tijd dat ik hem in ruil. Oh man. Ik doe helemaal niks. Ik kom eraan. Deze is waar. Ja. Doe ze. Dat inkoppeltje weer. Geef me eens een hengst. Nou, probeer eens wat. Nou, ho, ho. Oh. Ja? Zijn we er weer? Nou, ik snap niet wat hier los is, maar... Hoeveel rondes moet je nog? Moet je hem kijken. Ja, maar hoeveel is het bij de SKP-menu, bij de koeien? Kom eens hier. Dit gaat helemaal niet goed. Oh. Zie je dat? Nee. Echt niet? Nee. Die staat gewoon koe, man. Nee. Wel. Bij mij niet. Echt niet? Oh, hij loopt nou weer terug. Nee, bij mij... We zitten hartstikke vast. In het voorrek? Hoe kun je daar nou weer draaien? Wat is allemaal aan het doen? Ben je die koe? Ja. Nou loopt de... Ja. Ja. Gewoon een heel lenige koe. Wijs er eens naar dan. Gewoon een neuzel. Ah, wij zijn er naar. Ik heb het allemaal voor je vastgelegd, joh. Wat zeg jij dan? We zijn er weer. Krijgen we weer een opname? Jazeker. Hij zit in de inbox. Nou, we gaan kijken. Hebben we genoeg? Ja. Moet ik even zien. Op zich wel, maar niet voor dagen. Nee, maar we moeten geld verdienen. Ja, u dat denkt. Als ik deze kar nou nog even inlever, hè? Kunnen we al koolzaad aan het groeien. Kar kan weg, verkoop. Dus weer 6 in de pocket. 6k. Ja, koop die menge rommel maar, die Renault. Ja, ja dat doet beeld. Me een klein beetje zeer. Hij is weg. Hij is weg. Hey, die Renault is ook weg? Ja. Heb jij dat gedaan? Ja. We zitten nu op 136. Nee, verder hebben we alles echt nodig, hoor. Oh, die ploeg ja. niet. Die nee. ploeg niet. Die ploegen we niet hebben. Nee, dat klopt. Die ploegen we niet hebben. Weer 6k. En dan hebben we nog een hark. Ja. Oh, die is ook weg. 144. Ja, nu wordt het spannend. Ho. Ik zie iets. Let op. Ga eens naar mestverspreiders. Ja, we hebben één voor kalk. Oh ja. En één voor mest. Ja. Kan weg hoor, die kalk. Ja, hè. Ze welke kalken. Is voor kalk? Die ene waar kalk in zit. Die oudste. Ja, de minst brede maar, hè. Nou, doe maar. Ja, daar was hem. 148. We zijn er nog niet. Oh nee, die Fiat, die kan ook wel weg, hè? En die vent, ja. Nee! Die oude ja. vent. Ja, die favoriet. Hebben we die echt nodig? Ja, maar ik gebruik hem nooit, maar ik heb hem wel nodig. Ja, echt? Ja, maar daar zit die stroomkaart voor, achter. Oh ja.
Dus ik kan je niet achterweg halen. Ik heb nog iets verkocht. Mag jij gaan raden wat het is? Hier, een saaimachine, dat is allemaal. Dit is een soort puzzel. Dan moet je heel wel langs. Oh, wacht, moet ik nog naar de bio toe? Die rek zeker. Nee, die staat hier ook nog. Die kan wel weg! Die rek. Die kan weg? Ja, waarom niet? Maar wat heb ik dan nog meer verkocht? Dat stond niet hier. Nee. Of wel? Weet ik niet. Ja, ik weet het wel. Hé, Padjandozi. Het doet me wel een beetje zeer dat ik het heb verkocht, maar ik doe het voor ons. Oh, wacht. Hier stond iets. Zeker. Een wijde sleep? Nee. Ik heb een hint voor je. Nou? Dat was hem. Oh, ja. De tweezitter. Ja. Oh, is die ook weg? Ja, die gebruiken we hier nooit. Nee. Ik wil naar Nostice dit. Nee, ik laat het. Wacht. Even zien. Jongen, ik ben een kenteken aan het inrichten. Ik ook. Wat wil je erop zetten? Stroud. Nee. Ja, dat is ook een magneen. Voeren. 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 Nou, en nu? Is het wat? Ja, dit is het neusje van de zalm als ik dit zo zie. Is het met je bier op? Ik zie jou in de spiegel. Stop. Nou, gooi eens even een vraagje erin. Eerst even 50% hooi erin mee. Ja. Oh, dan doe ik wel even met dingetje. Doe jij dat daarin mee? Nee, dan gooi je eerst maar hooi in, 50%. Oh. En dan stappen, hè? We hebben ook nog genoeg geld om ons... Een bieterooi te huren. Stro. Waar heb je erin gedaan? Stro? Stro. Nee. Wel. Nou, gooi dat er maar weer uit. Hoezo? 50% stro? Daar krijg je nooit compleet gemengd van. Jij zegt toch 50% stro? Nee, hooi. Oh, hooi. 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 Dat gaat niet goed. Je moet niet controle hier doen. Nee. Oh. Wat een fiasco. Dat ging helemaal verkeerd. En nu? Ja, nu kan ik wel weer komen met verrijken. Zit er nog wat in? In de bak? Ja, kuil? 50%. Ja, 23% kuil. En nu? Nou, rij hier ermee. Nu is het alleen nog stro? Nee. Och, wat is dit voor rotgehoord goed dan? Alles gaat eruit. Blijf staan. Ik doe niks. Wat een bende. Ja, wat chaos hier. Oh, dat kan je toch ook zelf nu doen, ja, met die vrees? Ja, ik denk al. Waarom doen we zo moeilijk? Ja, maar het is wel goed, hè? Kan je er hier gewoon ook wel weer insmieten dan? Ik snap er niks van. Ja. Dat wel? Hebben we straks een mengelmoes van kel en stro? Hoe kan dat? Dat het nu ineens... Wacht even, heb jij bij de koeien heb je wel stro gegeven? Nee, geen stro gegeven. Nee. Nou, snap je het? Nou, hooi toevoegen als het kan. Ja. Jij zei stro. Ja, oké. Okay. Nou, denk het niet. Weet ik niet. Ik zit in de opname terug. Ja. Maar dan is het onbegrijpelijk dat hier nou gewoon weer kuil uitkomt. Ja, hè? Ja, toch? Oh, dat is mooi. Ja, we kunnen van stro kuil maken. Glitchen. Nou, netjes. Denk je het goed? Ja. Wil een beetje vlot leken? Nou, hij zit nu vol. Als het goed is, zit me nu helemaal vol, of niet? Ja? Ja, ik kan hier niet meer leken. Nee, klopt. Mooi. Ik laat hem hier staan. Ja, doe maar. Ja, er moet eigenlijk nog pure stro in misschien, maar... Nou, laat maar zitten, hoor. Ze redden zichzelf ook wel. Mooi. En die cabine staat, die combine staat in een vol gas erin. Oh, het blijft hangen. Hoe is het met de suikerbiet? Oh, ja. Oh, die zijn al lang niet klaar. Oh, zullen we hem de bio vullen en dan vooruit spoelen? Ja. Het hoeft niet. We gaan niet meer tegenzin doen. Nee, dat moet wel, want wij moeten eigenlijk nog een shoveltje. Kan dat? Ja, vind ik ook. Nee, maar ik vind het onhandig, dat meen ik echt, om telkens... Met die verrijker... Nou, de verrijker kan natuurlijk op de bio blijven staan. Oh, goeie.
Als jij niet alles op het plein eruit gooit. Dat is jammer. Dat ik dat zei. Ja. Oké. Okay. Duurt laag? Ja, dat laden duurt laag. Hoezo hebben we zo weinig melk? Ja, geen vreten, geen melk. Nee, dat is ook weer zo. Ik zit een beetje met mijn joystick te spelen. Ik zie het, ik zie dat je lol hebt in het spel. En dat doet mij plezier, dat doet mij deugd. Deugd. Ik had er een zetje in over, kerel. hij is klaar. Oké, tijd vooruit. Tijd vooruit. Wat? Och, suikerbiet nog niet kloor. Nee. Aan het groeien. Dat is een goed teken. Ja, ga maar door. We kunnen het hebben. En stop. Midden in de nacht. We hebben 19.000 liter melk. Ja. Maar we hebben alleen geen voer meer. Helemaal niks? Nee, en de suikerbieten zijn wederom... Ik ga nog even voeren dan. Misschien sinds klaar om te oogsten op het moment dat ze hier net het voeren klaar hebben, heel misschien. Nou, ik hoop het. Het zal mooi zijn. Ik ga heel even bij jou kijken. Misschien dat straks... Ja. Hoe gaat het? Goed. Ik ben alweer met een vraagje aan het lossen. Oh. Klaar om te oogsten. Echt? Ja, ik meen het. Toppen verwijderen. Dit is ook wel een aanwinst, hoor. Waarde. Die voerwagen. Ja, hè? Gewoon lekker snel vol en zo. Oh, laat me dat ding eens zien. Waar ben je? Hier. Boah, dat is mooi ding. Een mooi ding. Dikke vervoerte. Mooi. Dikke bunker erin. Schitterend ding. Mooi. Dat is wel een mooi ding. Ja. Beetje een oudje. Ja. Oh, nee. Geen GPS erop gekocht? Nee. Oh. Ik denk al wat mijn keel aan, maar ik heb het zelf helemaal weer verkloot. En nu? Zonder GPS. Oh, nou, dit wordt wat. Mooi. Wel mooi. Ja. Komt er al wat in de bak? Ja. Ja. Machtig. Mooi ding. Mag ik zo meteen ook? Ja, als ik vol zit mag je ook. En dan gaat het best snel. Hoeveel procent zit je nu in? 30. Oké. Okay. Is dat goed? Wel mooi. Ja, hè? Ja. Vind ik ook. Deze zie je niet zoveel. Heb ik nog geen opname gezien van ons? Nee. Nee, ik ook niet. Dit is een tip-top timmer-tip. Ja, dus, bedankt voor de tip. Bedankt voor de tip. Hij sproeit ook die loof op zien, hè? Ja, mooi. Dan moet hij die zien. En dan wordt maar een fus doen. Dat is al loof in de bek. Nou, ik loof het wel. Nee, wel mooi. Ja, netjes. Wil je ook? Ik wil ook. Hij zit op 62%. Ik zal even kippen pakken. Dat moet ook. Oh, de stroomman is nog aan. Wordt de keepersmachine? Oh, die staat nog bij de... Oh, bij hem ook nog niet echt een keeper eigenlijk, hè? Tweede. Nee. Die eerste is ook niet echt hier van her. Slecht gemechaniseerde business hier. Ja. Moet er nu zelfs al spul huren. Ik voel me echt zo'n zo zwerven. Ik ben hier. Hallo, Peter. Hallo.
mag je nog lang niet vol. Ik kies misschien wel even de piep er een boom doen, kijk of dat waakt. Ik zit vast. Ah, dat is de sloterhiederij van Dijden is ook eraan. Sloterhiederij. Hij is bezig. Ik heb al 91%. Dankjewel, ik ben nog steeds niet op 100% geweest. Ik mag weer. Ah, niet leuk. Ik mag tot 100%. En jij wou de keeper vol hebben en ik zat nog maar op 88. Ah. Nee, doe maar zo. Nee, ik breng hem alleen voor. Stel, heb je het heen? Ja, 16. Even zien, waar levert dit op? Dit was niet een volle bak. Nee. 9000. Maar? Ah, we komen er wel. Wist wat het is? De opbrengst is veel hoger. Per hectare. Dat klopt. Nou, oké. Okay. Wel een leuk ding. Mooi, dit is een mooi ding, hoor. Ja, mag ik ook even? Ja, mag ik ook even. Ja? Mag ook straks. Nee, nu. Nu? Oh, ik moet hem helemaal nog opstarten en alles. Ja, ik heb hem. Ja, ik denk dit voor de volledige beleving. Machtig. Mooi. Mooi, hè? Ja, maar nu wil ik nog wel even de andere kant op eigenlijk. Want je moet eigenlijk op het geoogste. Ja, dan moet je het loon weer opspuiten. Ja. Maar dit ding neemt ook wel een best wel een brede bek. Jawel. Dat is mooi. Dit is wel een mooi ding. Zeker. Ja. Ja, mooi. Ja, hè? Mooi. Vind jij een mooi ding? Oh. Ik vind het een mooi ding. Ik weet niet of de moeite waard is om hem te kopen. Nee, dat is het niet. Nee. Want als we dit stuk er al af hebben, zijn we er klaar mee. Dat is het meestal. Ja. Waarom hebben we dan zo'n dikke combat gehad? Had ik nog ietsje meer actie verwacht, maar... Ja. Maar hier ligt ook al loof. Ja. Weer pirouetjes aan het draaien. Ik ben niet aan het draaien. Wel. Zo leek het wel. Voor mij niet. Nee, is leuk dit. Mooi. En ik denk dat we dit op grotere maat ook wel gebruiken kunnen, maar dit gaat best hard. Ja, dit gaat best wel snel. Ja, is geen kattenpies. Zeker niet. Ik moet even trouwens nog even een leuke screenshot maken. Ja, met die Duits? Nee, zonder die Duits. Oh. Ik wil wel dat de mensen kijken. Ja, hallo. Moet je niet afschrikken. Kan ik hier bij op? Ja. Ja. Net. Kijk. Oh, zie je? Dat is mooi zeg. Een soort pro-farming instelling. Ja. Ben jij weer? Ik ben er klaar mee. Ja, we gaan er een einde aan maken. Ja, gaan we er een einde aan maken? We gaan er een einde aan maken. Nee, is goed. Dan gaan we even nadenken over wat we de volgende keer gaan doen. Zodat we een beetje voorbereiding hebben. Nou, de volgende keer hebben we genoeg te doen. Want, ja, dat is waar. Sojaboon. Suikerbiet. We moeten trouwen halen. We moeten koeien voeren. Ach man. Dat bedoel ik. We kunnen nog wel 3 weken vooruit. Wat wordt de volgende upgrade? Dat weten we altijd als we bezig en enthousiast zijn. Ja, maar zoals vandaag ook had ik niet verwacht dat we er een voermengwagen bij zouden komen. Nee, dat is ook wel het laatste wat ik had gezegd. Ja, maar toch... Het heeft dan wel weer zijn vruchten afgeworpen. Ja, het is... Stel, ik zou hier nu komen zonder dat ik wist dat deze er stond en deze stond, had ik gezegd van hoe kom je daar nou weer aan? Hoe heb je dat verdiend? Je hebt het toch maar weer verdiend. Dit hebben wij hebben tot nu toe geen cent bijgeluld of zo. Nee. Want we hebben zelfs al die windmolens en shit, die hebben we allemaal verkocht om niet die winst te krijgen. Precies. Want zo zijn we ook. Zo zijn we. Real. We zijn open en eerlijk. Ja, en dan wordt zo'n antwoord, je wordt niet voor niks gold partner. Nee, dat bedoel ik. Wij zijn real virtual farmers. Nou, dus. Nou. Doen we. Hey, eerst voor de opname even tot zover. Ja. Bedankt maar weer voor deze avond. Jij ook bedankt. Het ging goed. Nee, laat vooral een reactie achter in de beschrijving. En, een reactie. Ja. En de beschrijving doe ik, hè? Ja, daarom. Jij moet een reactie achterlaten in de beschrijving. Oh, dat moet ik doen? Ja. Oh, dan laat ik wel even een reactie achter in de beschrijving. Ja, doe die dat maar diegene die zin ook in de reactie zet, die heeft tot hier gekeken
en de beschrijving gelezen. Ja, dus als je dat hebt gedaan... Ja, ik zet een opdracht voor de kijker. Ik zet nu in de beschrijving een reactie. Als jij dat ook doet in de reactie... Nou, vind ik knap. Ja, dan ben je echt een OG. Ja. Wat is dat ook alweer, OG? Dat is een original gangster. Oh ja. Nou, nee, dan ben je echt een toffe peer. Ja. Nou, wat even, GG. En, ja, jij ook GG. En nulp. Family friendly hier. For sure, Peter, for sure. Ken je Emus en Remus ook? Wel eens van gehoord. Nou, twee echt twee paupertjes. Ja? Ja. Spelen ze het of zijn ze het echt? Nee, ze zijn het echt. Oké. Okay. Die spelen niks. Dat is gewoon real. Dat is gewoon echt super real. Oké. <Okay. laughs> Nou, we gaan ze checken. Ja, oké. Okay. Yo. Yo. Mooi. Hudde wien, jaasjes.